Suriname anders bekeken. Een programma van Franklin Isaias over Suriname. Home video's en ander materiaal uit Suriname. Niet de voorkant, maar de achterkant. Laten zien wat er leeft, wat er gebeurt, wat er mooi is en wat beter kan in Suriname. Jullie ook opvalt, vooral onze witte broeders en zusters die hier naar kijken, hoe gemengd het volk van Suriname is. Hindoestanen, Javanen, Afrikaanse Surinamers, Boeroes, dat zijn dan de witte Surinamers die ooit uit Nederland zijn gekomen. Ik heb ze wel eens gesproken en ze zeggen van ja, ze gaan niet meer terug naar Nederland, want ze houden van het losbandige leven in Suriname. Dat alles zo vrij is. Kijk, al heb je geld, je gaat naar Suriname, je koopt een perceel, je zet er een huis op. Nou, niemand valt je lastig, je hebt nergens last van. En als je niet met politiek bemoeit, nou, dan weten ze niet eens dat je in het land bent. Nou, dit is bijvoorbeeld zo'n appartement. Een huis, twee huizen bovenop elkaar. Van mensen die dus uit Nederland terug zijn gekomen. Niet om te wonen, maar ze pendelen gewoon. Die dat hebben neergezet en dat verhuren ze aan mensen die op vakantie, met vakantie naar Suriname gaan. Nou, het is heel luxe. En ja, er zijn een heleboel mensen die niet eens weten dat dit soort dingen er nu zijn in Suriname. Er zijn echt heel veel dingen waarvan je vroeger dacht van nee, dat heeft Suriname niet. Nou mensen, als je centen over hebt, nogmaals, breng een bezoekje aan Suriname. Je kijkt je ogen uit, want het land is volop in ontwikkeling. Je ziet, die mensen hebben niet alleen maar een huis daar neergezet. Ze hebben ook een paar auto's neergezet die ze verhuren aan toeristen. Mensen die hem eigenlijk een beetje door de stad willen crossen of naar een andere stad toe willen met de auto. Het kan allemaal. En ja, dit gebeurt al heel lang hoor. Het is met een kleine groep begonnen, maar steeds meer mensen die ontdekken dit en die gaan dit dus doen. Dus mensen, je ziet het, deze beelden, deze dingen die wij laten zien en die we vertellen, nou, die zou je nooit in te nimmer op een van de landelijke zenders zien. Want ze houden zich met andere dingen bezig. Suriname is niet interessant voor ze, maar ik hoop toch wel dat Suriname voor een Surinamer wel interessant is. Of althans voor iemand die uit Suriname komt oorspronkelijk, dat Suriname daar wel interessant voor is. Vandaar dat wij deze beelden maken voor u. Wij zullen in de toekomst gewoon de kwaliteit van deze beelden verbeteren. Want op dit moment vind ik ze ook niet echt geweldig. Maar daar gaat het even nu niet om. Het gaat even om Suriname. We zijn met iets begonnen. En we gaan het steeds meer perfectioneren. Want ja, we gaan toch voor perfectie. We hebben op dit moment niet echt de middelen. En misschien ook nog niet de financiën. Maar we hopen dat die in de toekomst wel komen. Zodat die beelden veel en veel mooier zullen zijn. En de verhalen natuurlijk ook. Nou, we kijken nu naar het appartement van binnen. Nou, je ziet het, eethoek. Ja, ik zou hem natuurlijk ook anders inrichten, maar het gaat om de luxe, de inrichting, de dingen die er zijn van binnen in zo'n appartement. Airco.
televisie, radio. Voor de rest het meubilair natuurlijk. Dat is schoon. Dressoir. Slaapkamer, schoon beddengoed. Ja, je moet natuurlijk wel zelf wassen. Het is niet zoals in andere vakantielanden dat je één keer in de week of twee keer in de week schoon beddengoed krijgt. Je moet het hier allemaal zelf doen. Maar als je binnenkomt is alles goed schoon en goed verzorgd. En mooi ook nog. Nou, de douches die zijn ook voorzien van warm water, warm en koud water. Nou, vroeger weet ik nog dat we dat gewoon met koud moesten doen. Je had geen warm en koud stromend water, alleen ja, zeg maar het water zoals we dat kennen in Suriname. Het is niet koud, het is ook niet warm, maar je kan ermee douchen. Vergelijk het eigenlijk met water uit het zwembad, maar dan ietsje warmer. Dit zijn een paar beelden van de buurt. Dit is de buurt van Nieuw-Charlesburg. Ze noemen het in Surinaams Krepi, omdat daar achter vroeger een vuilstort plaats was. Kijk nu, dat is een station. Ik moet zeggen, ze zijn vreemde termen allemaal. Het is dus een eentje van een van de toeristen. Kijken we natuurlijk weer naar zo'n oud huis. Ja, een beetje verf. Deze ziet er niet echt slecht uit hoor. Maar ik denk dat voor het jaar 2000 kan ik best wel een opknapbeurt krijgen. Maar ja, vaak is geld het probleem. Die mensen hebben het geld niet om het te doen. Het is soms een erfenis van iemand. En ja, die gaat er dan in wonen. Die is blij dat hij een huis heeft. Soms is het huis ook te groot. Om allemaal goed te onderhouden. Kost kapitalen. En waar je in Suriname ook een soort monumentenzorg moet hebben. Die zorgt voor dit soort gebouwen. Nou, we kijken nu ook weer zo'n sfeerfoto. Dus, nou, we zien daar een oude bekende van een heleboel Surinamers. Kees Kunta Kinte. In andere uitzendingen zullen we ietsje meer over hem vertellen wat hij daar doet in Suriname. Nou, Kees was iemand die altijd voorop liep. En ja, vertelde over Suriname en grapjes maakte over Suriname, liep met een jas, een soort jacket van de Surinaamse vlag. En daar liep hij mee op zijn rug, soms werd hij een beetje van gek verklaard. Maar we zullen straks, of tenminste in andere uitzendingen zien, wat hij in Suriname aan het doen is. Dus zo gek was hij ook weer niet, zoals mensen beweerden. Hij was gewoon heel goed bezig. En ik denk dat we deze Surinamers gewoon soms als voorbeeld moeten nemen. Dus mam je kriër, hoe denk je dat bieden? Kaba broodje hier is, kaba broodje omgeven, kaba broodje noem men dat. Eisterastraat heb je hier, de Jakutastraat heb je daar. Ik woon ietsje verderop, maar dat is nog niet zo belangrijk. We zijn nu bij mam je kriër, waar een heleboel activiteiten plaatsvinden. Oké? Thank you.
als particulier en overheid deze kracht met kracht aanvatten, dan kan de vooruitgang die nu in elk bedrijven en beroepen wordt gezien, uitgroeien tot stuurbeweging die heel Suriname opvoedt tot een gezonde welvaart. Want Suriname bezit dan met pittoekerij om aan de grote schattekind zijn bodem. In een kostbare grond misschien die de mooiste gewassen kan hebben. Het zou wel op land kunnen zijn dat ze nu nog sluimer van de welvaart. Eens weer spiegel ziet in het geluk en het arbeid van zijn bevolking.